We gaan het gerecht maken van Marlène. En het gerecht is coquille Saint-Jacques met een bloemkool mousseline en uitgebakken spekjes. Hele mooie combinatie, bloemkool met coquille. Het enige wat ik ga veranderen is dat ik geen uitgebakken spekjes ga gebruiken, maar ik ga een serrano ham in de oven bereiden tot een chipje. En ik ga nog een kruidenolie aan toevoegen, een beetje een oosterse sfeer, een curry madras kruidenolie. En dan ga ik beginnen met het openen van de coquille, handgedoken coquille. Waarom is dat zo speciaal? Dat betekent dat ze niet met netten gevangen zijn en over de bodem geslepen worden, waardoor er veel meer zand in zit. Dus hier zit vrijwel geen zand in. We gaan met ons mes in de schelp een gaatje zoeken en een klein beetje los frikken. Je ziet dat die vrij makkelijk open gaat. En dan zit hier in het midden de spier, sluitspier, aan één deel vast. Die ga ik lossnijden. Nou, je ziet dat die gelijk helemaal mooi loskomt. Hier hebben we de baard van de coquille. Dat gaan we niet gebruiken. En we zien dat die hier nog vast zit. Dus gaan we met een lepel gewoon heel simpel dit even losfrikken. En dan halen we hem heel voorzichtig los. En dit is de coquille. We kunnen nog een klein beetje netjes bijwerken. Hier zit nog dat harde deeltje waar hij aan vast zat. Zo. En dan hebben we een hele mooie coquille. Ik ga lekker kruidenolie maken. Een curryolie. Ik heb hier wat specerijen. Kardemom. Koriander. Een beetje fenkel. Foelie. Een paar kruidnageltjes. En een gedroogd chilipepertje. Die ga ik verhitten in een pannetje. Dan ga ik ze net zo lang verhitten totdat ze lekker beginnen te ruiken. Dat is het moment dat de etherische oliën in de specerijen loskomen. En dat is dan ook het moment om vervolgens de olie toe te voegen. En vervolgens even langzaam lekker in te laten trekken. Nou, de specerijen zijn gemuteerd, zoals men dat noemt. Nu ga ik de olie toevoegen. Het kan een neutrale olie zijn. Niet veel smaak, want we willen de smaak hebben van de specerijen. Klein beetje komijn en een eetlepel curry. Madras poeder. Ik wil niet te veel gebrande olie smaak, dus ik ga hem niet heel hoog verhitten. Ik ga het proberen zo rond de 90 graden of lager te houden. Dan hebben we lekker olie als de coquille straks gebakken is over het bord heen te serveren. Ik heb gekookte bloemkool. We gaan voor 2 personen een portie bloemkool mousseline maken. Dat doen we met aardappelpuree. Heel simpel. Koken met schil, niet te veel water. Als ze warm zijn, schil eraf halen. Gelijk door de zeef pureren, wrijven. En dan heb je een mooie puree die het minst plakkerig wordt. Altijd een beetje zout als je de aardappelen gaat koken. En nu gaan we de bloemkool pureren. Nou, voeg hier alvast een klein beetje room aan toe. Puree in de pan. Klontje boter. De bloemkool met de room. En dit gaan we verwarmen tot een mooie smeuïge mousseline. Nou, de olie die is hier nog lekker aan het intrekken. Dat ruikt fantastisch. Ik ga heel even proeven of dat alles een beetje op smaak is. Lekker, die bloemkool. Ik ga nog wel even wat zout toevoegen. Wat citroenzest. En een klein beetje sap. Zo. Nou, dat ruikt al gelijk heel fris door die citroenzest. Je gaat het nog een keertje proeven. Perfect, heerlijk. Die zet ik even apart. Laat ik lauw warm staan. Kan ik hem straks even nog fitten voordat ik hem op het bord ga uitsmeren. Dan gaan we nu beginnen met de serrano chip en de coquilles. Ik heb een mooie serrano ham of prosciutto, zou je ook kunnen gebruiken. Deze die ga ik in de oven bereiden op 185 graden. Afhankelijk van de dikte is het een beetje spelen. Wat ik wil voorkomen is dat hij op gaat krullen. Dus ik ga hem bereiden tussen 2 bakmatjes. En dat mag ook 2 bakpapiertjes zijn met daarop bijvoorbeeld een bakplaatje. Dat mag ook, of een pan, een deksel, iets wat in ieder geval overbestendig is. Deze leg ik er bovenop. Dan gaat hij de oven in. Nou, de olie heeft een mooie kleur gekregen van de curry. Alle specerijen hebben smaak afgegeven. Dan ga ik hem zeven. Dit laat ik afkoelen. En op het laatste moment dat het gerecht klaar is, dan gaat dat over
mijn coquille en mijn bloemkoolmousseline als extra smaak toevoegen. De coquille heeft een bovenkant en een onderkant. We beginnen met de brede kant, de bovenkant, bakken we hem op. Je krijgt een mooie kleur, een mooie bruine korst. Laten we hem daarna nog heel even scharen op de andere kant. En dan serveren met de grote bovenkant bruin gebakken op het bord zometeen. Daarvoor gebruik ik alleen maar een hete pan met olie. En daar ga ik nu mee beginnen. Je wil coquilles niet te lang bakken. Of zelfs helemaal niet stoven. De pan moet echt gewoon schreeuwend heet zijn. Coquille erin leggen. Lekker lang op één kant laten bakken dat hij mooie bruine korst krijgt. En dan op het laatste moment draai hem heel even om. Voeg een klein beetje boter toe. Dan zakt de temperatuur wat. En dan krijgt de coquille wat mooie boterige smaak. Ga ik hem nog een beetje mee arroseren. Boter is toch altijd lekkerder dan olie. Maar als ik hem gelijk in boter had gebakken, dan was hij gelijk die boter gaan verbranden. En dan krijg je allemaal zwarte puntjes. En dat willen we niet. Dan blus ik het nog een klein beetje af met limoensap. En dan zijn ze klaar. Dan schep ik nog een klein beetje van die boter eroverheen. Ik heb nu een lekkere boter met citroen, coquillesmaak. Gaan we zeker niet weggooien. Ja, kijk. Dat ziet er mooi uit. Nou, die laten we even afkoelen. Op een stukje keukenpapier. En dan droogt die mooi op tot een hard chipje. We gaan het bord nu opmaken. We beginnen met de bloemkoolmousseline. Leggen we een eetlepel op het bord. En dat smeren we heel lichtjes uit. Dan hebben we een mooie plek vrijgemaakt om de coquilles op te plaatsen. Leggen we er twee coquilles op. Klein beetje zout. Klein beetje peper. En dan heb ik een mooie kres. Een afila kres. Dat heeft een lekkere frisse smaak. Een beetje een dopetten of een echte smaak. En dat geeft er gelijk een hele mooie kleur aan het gerecht toe. Dan nog een partje citroen. Een beetje citroenzest. En als laatste de kruidenolie. En dan zouden we bijna het chipje vergeten die we hebben gemaakt van de serranoham. Die komt er nog mooi tussen. En dan is het gerecht klaar. Nou Marlene, dit is jouw gerecht. Sint-Jacobschelp met bloemkoolmousseline. Beetje aangepast met de kruidenolie en een serrano-chipje. Eet smakelijk. Een recept van Marlene Eigenraam hebben we hier. Nou, en die wilde haar eigen ramen niet ingooien. Dus die heeft een heel lekker recept gemaakt van de coquille Saint-Jacques. De Sint-Jacobschelp. En als dan Jacobs Creek mij vraagt om uit hun assortiment iets te halen, dan wordt het vanwege Jacobs schelpen en Jacobs Creek de Chardonnay. De koning onder de witte druiven. En die ontmoet dan de grootvorst van de schelpdieren. Door die mousseline van bloemkool die erbij komt, is dat een verbluffend goede combinatie.